Goedendag, ik ben Elke de Rijk. Ik ben bedrijfsadviseur bij Team Bedrijfstrajecten van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Als intellectueel eigendom in het nieuws komt, is dat vaak op een negatieve manier. Dat is vaak als er een conflict is, een conflict dat dan uitgesmeerd wordt in de media, eventueel voor rechtbanken uitgevochten. En dat is natuurlijk niet de manier waarop je als onderneming in het nieuws wilt komen. Misschien draagt dat er wel toe bij waarom sommige ondernemingen wat bang, wat huiverachtig zijn voor intellectueel eigendom. Onterecht. Intellectueel eigendom is heel belangrijk als je als onderneming wil groeien, je reputatie wil vestigen, wil internationaliseren, wil innoveren. Waarom? Het is van belang om te begrijpen dat in onze huidige, moderne samenleving het basisprincipe de vrijheid van kopie is. Dat is niet altijd zo geweest. Tot eind 18e eeuw bestond er in onze contrijen een systeem van gildes. En een gilde was een groep van mensen en die had een monopolie om een bepaald ambacht, een kunst, een beroep uit te oefenen. Je had de gilde van de kaasmakers, de gilde van de leerbewerkers, de gilde van de glasbazers enzovoort. Eind 18e eeuw heeft het decreet d'Allardes een eind gemaakt aan die bescherming van de gilde. Vanaf dan was het basisprincipe de vrijheid om een beroep, een kunst, een ambacht uit te oefenen, de vrijheid om handel te drijven, de vrijheid van kopie. En intellectueel eigendomsrechten zijn daar uitzonderingen op. Men zegt wel eens, in de grote oceaan van vrije mededinging zijn intellectuele eigendomsrechten kleine eilandjes van exclusiviteit. Ik zou willen beginnen met het bespreken van een aantal courante vormen van intellectueel eigendomsrechten. Dat is geen volledige lijst, er bestaan andere vormen, bijvoorbeeld kwekersrecht of databankrecht. Ik beperk me tot deze vier die zeer veel voorkomen. Auteursrecht, daar hebben we allemaal al wel eens van gehoord, horen we vaak in creatieve sector als het gaat over foto's, film, muziek, boeken. Nu, auteursrecht gaat veel breder dan dat. Bijvoorbeeld, deze presentatie valt onder auteursrecht. Als u een tekst schrijft om bijvoorbeeld op uw website te zetten, wel, dan valt die onder auteursrecht. Ook software valt onder auteursrecht. Voorwaarde is dat er sprake is van enige creativiteit, inbreng van de auteur, en dat er sprake is van een expliciete expressievorm. Dus bijvoorbeeld het idee om een schilderij te maken van een vaas met zonnebloemen erin, is niet beschermd door het auteursrecht. Deze specifieke expressievorm van dat idee is wel beschermd door het auteursrecht. Dus er moet een concrete vorm zijn. En het leuke aan auteursrecht is dat er geen enkele formaliteit vereist is. Wat ook maakt dat het in principe gratis is en niet aan grenzen gebonden. Dus je hoeft het niet aan te vragen, je hoeft er niks voor te betalen. Auteursrecht ontstaat op het moment dat een werk gecreëerd wordt. Registratie kan wel nuttig zijn. Nuttig om in geval van conflict te bewijzen dat jij de auteur bent. Vaak zie je ook zo'n tekentje, een copyright notice noemen we dat, om auteursrecht op een werk te claimen. Het gebruik van zo'n copyright notice is niet verplicht. Dus het is niet omdat je zo'n teken niet ziet dat er geen auteursrecht op een werk is. Ten slotte, auteursrecht geldt heel lang. Auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Dus als je iets mooi creëert, betekent dat dat ook jouw kinderen en zelfs jouw kleinkinderen daar misschien nog geld aan kunnen verdienen. Merken dan? Merken zien we in heel veel verschillende verschijningsvormen. Er zijn woordmerken, beeldmerken of logo's, combinaties van woord en beeld, vormmerken, bijvoorbeeld de typische vorm van Toblerone chocolade, en nog een reeks andere soorten merken, bijvoorbeeld geluidsmerken, kleurmerken, multimediamerken, positiemerken, zoals hier de plaats waar Levi's zijn merktapje op de achterzak van een jeansbroek zet, en patroonmerken, zoals hier. Nu, wat is dan een merk? Als merken zoveel verschillende verschijningsvormen kunnen aannemen, wat is dan precies een merk? Een merk is elk teken dat dient om de producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van de concurrenten. Dus dat kan inderdaad van alles zijn. Hoe vraag je een merk aan? In de meeste landen kan je gewoon nationaal een merk aanvragen. Je kan bijvoorbeeld een merk aanvragen in Frankrijk, je kan een merk aanvragen in Polen enzovoort.
Bij ons kan dat niet. Je kan geen Belgisch merk aanvragen. Bij ons is dat geregeld op Benelux-niveau. Dus als je in België merkbescherming wilt, dan ga je naar het Benelux-bureau voor intellectuele eigendom. En daar vraag je een merk aan ineens voor de ganse Benelux. Belangrijk om te weten is ook dat je merkbescherming altijd aanvraagt voor specifieke producten en diensten. Degenen die goed opgelet hebben, die hebben misschien gezien, op een van mijn vorige slides stond 3 keer Lotus. Lotus voor speculaas, Lotus voor wc-papier en Lotus voor auto's. 3 totaal onafhankelijke bedrijven die niks met elkaar te maken hebben en toch alle 3 het merk, het woord Lotus, geregistreerd hebben als merk. En dat kan omdat zij inderdaad totaal verschillende producten of diensten op de markt brengen. Dat wordt beschouwd als niet verwarrend voor de consument. Ook hier heb je een tekentje om aan te geven dat jouw merk beschermd is. Dit keer is het een R in een cirkeltje, de R van registered. Ook hier, dat gebruik is niet verplicht. Je kan dat als een soort waarschuwing bij je merk zetten, maar daar is geen enkele verplichting toe. Wat kost een merk? Een nationaal merk, of in ons geval een Benelux-merk, kost typisch ergens tussen de 200 en de 300 euro. Bijvoorbeeld bij het Benelux-bureau betaal je op dit moment 244 euro voor een registratie in 1 klasse. En die geldt dan voor 10 jaar. Als je bijkomende klassen wilt, dat kan. Daar betaal je dan wat extra voor. En elke 10 jaar opnieuw kan je beslissen van wil ik mijn merk verlengen of niet. Merk is trouwens het enige intellectueel eigendomsrecht dat oneindig verlengbaar is. Nu, we zitten hier op een exportbeurs. Mogelijk, allicht, is Benelux dan niet voldoende voor jullie. Wel, wat zijn dan de opties? Ik zei al, je kan in een individueel ander land een merk aanvragen. Dat is niet handig als je in veel landen bescherming wilt. En daarom bestaan er gegroepeerde procedures. Er bestaat een internationale procedure. Die wordt beheerd door het WIPO, de World Intellectual Property Organization. En er is ook een Europese procedure, beheerd door het EU-YPO, European Union Intellectual Property Office. Zo'n Europees merk, daar heb je met 1 aanvraag in alle 27 lidstaten van de EU bescherming. Dus dat is met 1 aanvraag een zeer brede bescherming. Bij het WIPO, de internationale procedure, heb je een lange lijst van landen, meer dan 100 landen. En dan vink je aan in welke landen je bescherming wilt. Natuurlijk betaal je meer als je er meer aan vindt. Om nog een idee te geven, zo'n Unimerk kost vandaag 850 euro, ook voor 10 jaar voor 1 klasse. Wat zijn nu de vereisten opdat je een woord of een ander teken als merk zou kunnen registreren? Het moet voldoende onderscheidend vermogen hebben. Om die reden zal bijvoorbeeld 1 enkel cijfer of 1 enkele letter of 1 enkele kleur niet gemakkelijk aanvaard worden als merk. Daar wordt van beschouwd dat dat te weinig onderscheidend vermogen heeft. Een merk mag ook niet beschrijvend zijn. Dat betekent dat het niet het product zelf mag beschrijven, geen eigenschappen van het product, niet de doelgroep en ook niet de geografische herkomst. Bijvoorbeeld, het merk Apple is prima voor computers en smartphones, zou niet oké zijn voor fruit. Of het merk Kids zou niet oké zijn voor iemand die kleding voor kinderen verkoopt. Beschrijft immers de doelgroep. Niet beschrijvend. Daarnaast mag een merk ook niet identiek of gelijkaardig zijn aan reeds bestaande merken voor dezelfde of overlappende producten of diensten. Nu, identiek is duidelijk, maar wat betekent gelijkaardig? Dat is natuurlijk iets dat beoordeeld moet worden en het standpunt dat daarbij ingenomen wordt is: is het verwarrend voor de consumenten waar die producten of diensten op gericht zijn? Een paar voorbeelden van zaken die mogelijk gelijkaardig zijn of manieren waarop dingen gelijkaardig kunnen zijn. Ze kunnen gelijkaardig geschreven zijn. Ze kunnen er gelijkaardig uitzien, bij logo's bijvoorbeeld. Ze kunnen gelijkaardig of identiek zelfs klinken, for you. Of ze kunnen hetzelfde concept bevatten. Dus een woord, ster, in verschillende talen wordt als gelijkaardig beschouwd. We hebben auteursrecht gehad, we hebben merken gehad. Dan ga ik nu naar tekeningen en modellen. Tekeningen en modellen beschermen de uiterlijke vormgeving, de esthetiek van een product of een deel van een product.
En in het Nederlands zijn daar twee begrippen voor. We spreken van een tekening als het over een tweedimensionaal ding gaat. En we spreken van een model als het over een driedimensionele creatie gaat. In het Engels is daar één term voor. In het Engels wordt dat allemaal design genoemd. Aanvragen is zeer gelijkaardig als bij een merk. Dus in België kan dat niet. Er is geen Belgisch merk. Bij ons is dat op Benelux niveau. Opnieuw bij datzelfde Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Je hebt opnieuw die internationale procedure die door het WIPO beheerd wordt. En je hebt de Europese procedure waar je met één aanvraag in alle 27 lidstaten modelbescherming kan krijgen. Kostprijs. Wat goedkoper dan een merk? Wel maar voor 5 jaar. Dus bijvoorbeeld in de Benelux betaal je €150 voor één modelaanvraag. Voor 5 jaar, zoals ik al zei, dat kan 4 keer verlengd worden. Dus je kan in totaal je model beschermen voor 25 jaar. Nadien kan je niet meer verlengen en vervalt het, zoals we zeggen, valt het in het publieke domein. Nu, wat betekent dat enkelvoudig depot? Dat is wel belangrijk. Modelbescherming wordt vaak genomen op zaken die in collecties uitkomen. Bijvoorbeeld juwelen of kledij of schoenen, brillen, bestek, servies. En dan wil je natuurlijk niet 1 modelregistratie doen, maar dan wil je eigenlijk elk onderdeel van die collectie beschermen. En dan zijn er sterk gereduceerde tarieven voor meervoudig depot, heet dat dan, waar je dus ineens heel die collectie, waar je ineens modelbescherming aanvraagt voor heel die collectie. Een paar voorbeelden. In 3 dimensies, bijvoorbeeld het model van een notenkraker of van een stofzuiger of daar de carrosserie van een wagen. Carrosserieën van auto's worden typisch via modelbescherming geregistreerd of beschermd. En dat kan de volledige carrosserie zijn. Vaak is dat ook een detail, bijvoorbeeld hoe de radiator eruit ziet of hoe een wieldop eruit ziet. Er zijn ook wat voorbeelden in 2D's, een patroon, een tekening, die dan op allerlei gebruiksvoorwerpen gereproduceerd kunnen worden. Dan kom ik aan mijn 4e vorm van intellectueel eigendomsrecht, octrooien, vaak ook patenten genoemd naar het Engels. Een octrooi beschermt een uitvinding. En een uitvinding wordt in octrooiwetgeving gedefinieerd als een technische oplossing voor een probleem. Dat kan dus van alles zijn. Dat kan een product zijn, een proces of een machine om een product te maken. Of dat kan een toepassing zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde molecule om, ik zeg maar iets, bloeddruk te verlagen. Octrooien zijn wel geregeld op Belgisch niveau bij ons. Dus daar kan je niet voor naar het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. Als je een octrooi wilt aanvragen, dan loopt dat via Federale Overheidsdienst Economie, Dienst Intellectueel Eigendom. Er bestaat ook een internationale procedure via het WIPO en er bestaat een Europese procedure, ditmaal bij het EPO, European Patent Office. Het advies is hier veel meer nog dan bij merken en modellen. Probeer dat niet zelf. Een octrooi schrijven is specialistenwerk. Om dat op een degelijke manier te schrijven, zodanig dat je het ook effectief kan gebruiken om anderen mee tegen te houden, moet een octrooi door iemand opgesteld zijn die daar ruime ervaring mee heeft. En dat zijn dan typisch octrooigemachtigden. Octrooigemachtigden zijn mensen die van als basis typisch een technische of een wetenschappelijke opleiding hebben. Dus dat zijn ingenieurs of wetenschappers die daarnaast de bijkomende opleiding tot octrooigemachtigden gevolgd hebben. Octrooien zijn ook de duurste vorm van bescherming. De taksen voor indiening enzovoort zijn al wat hoger. Daar komen dan de kosten van de octrooigemachtigden bij. Reken er maar op dat je voor een octrooiaanvraag alleen in België, samen met het voorafgaand onderzoek, zit je typisch tussen de 5.000 en de €10.000. Per land dat je daarbij komend bij wilt, komt daar grote orde €5.000 bij. Welke uitvindingen zijn octrooieerbaar? Daar zijn een aantal voorwaarden voor. En de eerste is, uw uitvinding moet nieuw zijn. Dat wil zeggen, nieuw op aarde. Dus niemand anders op deze planeet mag al met die uitvinding naar buiten gekomen zijn. En dan naar buiten komen kan in een andere octrooiaanvraag, maar dat kan net zo goed door gewoon een product op de markt te brengen. Of door een publicatie in een of ander tijdschrift of waar dan ook. De uitvinding moet ook het resultaat van uitvinderswerkzaamheid bevatten. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er in die uitvinding ergens een stap zit, of meerdere stappen, die voor een specialist ter zake, iemand die vertrouwd is met de materie,
die voor die man of vrouw niet evident is. In het Engels spreken we over een inventive step. Derde voorwaarde, de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Dat betekent eigenlijk gewoon dat die moet kunnen werken, ze moet reproduceerbaar zijn. Maar dus, octrooien zijn duur. Denk er goed over na. Ontwikkel een octrooistrategie. Zie het als een investeringsbeslissing. Weeg de kosten af tegen de baten. Dat is geen eenvoudige berekening. Die kosten, dat valt nog mee. Die baten zijn heel wat moeilijker. Weet als positief punt in die kosten-baten-analyse dat de inkomsten uit octrooien fiscaal begunstigd zijn. Niet alleen de inkomsten uit octrooien, trouwens ook bijvoorbeeld de inkomsten uit kwekersrecht of de inkomsten uit innovatieve software. Ook belangrijk om te weten is dat octrooidatabanken publiek toegankelijk zijn. Die staan gewoon op het internet en een heel aantal daarvan zijn gratis. En zo'n octrooidatabank is eigenlijk een schatkist aan technische oplossingen voor problemen. Dus als je inderdaad aan de start van een ontwikkeling staat of je zit met een probleem waarvoor je een oplossing zoekt, ga daar eens in kijken. Daar zit heel wat in van over heel de wereld. Mensen die oplossingen gevonden hebben voor problemen en die de moeite waard vonden om daar een octrooiaanvraag voor te schrijven. En het goede nieuws is dat de overgrote meerderheid van die oplossingen vrijgebruikt kunnen worden. Hoe is dat mogelijk? Zijn dat dan geen beschermde octrooien? Wel, in veel gevallen niet. In veel gevallen zijn het octrooiaanvragen die misschien nooit verleend geweest zijn. Of misschien zijn ze ooit wel verleend, maar is er intussen niet meer voor betaald en zijn ze dus opnieuw vervallen. Of misschien zijn ze vandaag nog wel verleend, maar bijvoorbeeld enkel in Australië. En als jouw markt dan Europa is, kan je dat hier vrij gebruiken. Tot zover mijn uitleg over de verschillende vormen van intellectueel eigendom. Ik zou jullie nu willen meenemen door een aantal stappen die je kan nemen om ervoor te zorgen dat intellectueel eigendom geen obstakel is voor het potentieel van je onderneming, maar dat ze dat potentieel juist verhoogt. En de eerste in die stappen is de identificatiestap. Wat is er allemaal in jouw onderneming het beschermen waard? Ga daar eens voor zitten, betrek er eventueel een aantal medewerkers voor en maak een lijstje. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen inderdaad namen zijn van producten of diensten, bepaalde interne manieren van werken misschien, bepaalde recepturen die je gebruikt, software, klantenlijsten, databanken, nog te lanceren acties of promoties, kan van alles zijn. Als je dat lijstje opgemaakt hebt, stel jezelf dan de vraag: ben ik wel zeker dat ik eigenaar ben van de rechten op die zaken? En dat is niet zo evident als het lijkt. Twee voorbeelden. Een werknemer schrijft een tekst die je nadien op je website wilt zetten. Op die tekst staan vermoedelijk auteursrechten. Je bent niet automatisch eigenaar van die auteursrechten. Die auteursrechten zitten bij die werknemer. Ander voorbeeld, je laat software schrijven door een onderaannemer. Je betaalt die onderaannemer voor het schrijven van die software. Die software wordt aan jou overgedragen, jij gebruikt die. Dat betekent niet dat je ook houder bent van de auteursrechten op die software. Die overdracht gebeurt niet zomaar omdat je ervoor betaald hebt. Zo'n overdracht moet op papier gezet worden. Dat wordt typisch gedaan bij werknemers in hun arbeidsovereenkomst of in een addendum aan de arbeidsovereenkomst, als je er initieel niet aan gedacht zou hebben. Daar kunnen zaken geregeld worden over overdracht van rechten, op creaties, op uitvindingen die zij doen in het kader van hun werk natuurlijk. Ook zaken rond confidentialiteit worden typisch geregeld in zo'n arbeidsovereenkomst en eventueel kan je daar ook een niet-concurrentiebeding in opnemen. Hetzelfde met onderaannemers, daar heb je natuurlijk geen arbeidsovereenkomst, maar ook daar kan een overeenkomst, een contractje opgesteld worden waar overdracht van die rechten in geregeld worden en eventueel confidentialiteit, indien wenselijk. Als er samengewerkt wordt in een ontwikkeling, dan wordt er vaak een samenwerkingsovereenkomst opgestart. Samenwerkingsovereenkomst waar confidentialiteit, overdracht van rechten in kunnen geregeld worden, maar ook de manier van samenwerken. Derde vraag. Je hebt je lijstje van wat je belangrijk vindt qua bescherming. Je bent er voldoende zeker van dat je daar ook eigenaar van bent. Dan is de derde vraag: hoe zeker ben je van je freedom to operate, van je vrijheid tot exploitatie? Misschien zijn een aantal van de creaties of van de uitvindingen in jouw bedrijf wel geïnspireerd op werk van anderen.
Of zelfs al heb jij een uitvinding helemaal onafhankelijk gedaan, heb je nergens inspiratie daarvoor gevonden, dan kan het nog zijn dat ergens anders op de wereld iemand anders diezelfde uitvinding gedaan heeft en daar misschien wel bescherming op genomen heeft. Dus het is belangrijk die rechten van anderen te gaan nakijken als je iets aan het bedenken bent, iets aan het creëren bent, een naam voor je product bedenkt. Ga dan eens kijken van, hebben anderen daar al rechten opgenomen? En daar bestaan databanken voor. Er zijn merkendatabanken, er zijn modeldatabanken, er zijn octrooidatabanken. Daar kan je zelf in gaan zoeken of je kan anderen vragen om daar voor jou opzoekingen in te doen. Als je daar ook voldoende zeker van bent, van je vrijheid van exploitatie, dan kan je nadenken over eigen bescherming. En daar zijn heel wat pistes voor. Heel veel zaken binnen bedrijven worden gewoon geheim gehouden. Er worden inspanningen gedaan om die inderdaad niet naar buiten te laten gaan. Medewerkers worden gevraagd daar confidentialiteit rond te bewaren. Bijvoorbeeld een klantenlijst, daar vraag je nooit een formele bescherming aan. Die wordt geheim gehouden. Maar dat kan ook met heel andere zaken. Zaken rond procesverbeteringen of recepturen en dergelijke worden heel vaak geheim gehouden binnen bedrijven. Een andere mogelijkheid is publicatie. Dat zie je wel eens gebeuren bij uitvindingen, dus zaken die potentieel octrooieerbaar zouden zijn, dan is publicatie een manier om te verhinderen dat iemand anders een octrooi neemt. Als je zelf geen octrooi wilt nemen omdat bijvoorbeeld de markt te klein is voor jou en je afweegt dat de kosten-baten niet in het voordeel van het nemen van een octrooi zijn, dan kan je zo'n uitvinding heel bewust naar buiten brengen. Daarmee vernietig je de nieuwheid van die uitvinding. Je maakt de uitvinding immers gekend en dan kan niemand anders nog een octrooi nemen op diezelfde uitvinding. Een derde piste is dan het zelf nemen van formele bescherming. En als je die stap zet, ja, dan moet je je afvragen van via welke procedure ga ik dat doen, in welke landen wil ik bescherming. En dat hangt natuurlijk af van jouw marktstrategie, eventueel van jouw productiestrategie. Een vijfde stap, en allicht de belangrijkste stap, is dan de vermarkting zelf. Ook daar zijn er in functie van intellectueel eigendomsrecht een aantal keuzemogelijkheden. Je kan beslissen om alles zelf te gaan exploiteren. Je kan op basis van je intellectueel eigendomsrecht ook licenties geven aan anderen. En er op die manier ook geld aan verdienen in bepaalde sectoren of bepaalde geografische markten waar je zelf niet actief bent. We zien ook soms complexere vormen van samenwerking, waar bijvoorbeeld cross-licenties uitgewisseld worden, dus waar twee bedrijven elkaar wederzijds toestemming geven tot het gebruiken van een bepaald intellectueel eigendomsrecht. Of zelfs patentpools, waar een aantal bedrijven hun patenten samenleggen en elkaar toestemming geven om die te gebruiken. Voor mensen die meer informatie hierover willen of bijkomende hulp zoeken over deze onderwerpen, een aantal hulplijnen. Ga zeker eens kijken op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Je vindt daar basisinformatie over intellectueel eigendomsrecht. Je vindt daar ook een aantal interessante links. Bijvoorbeeld een link naar DETS-IP. DETS-IP is een e-learning module, oorspronkelijk opgesteld voor hoger onderwijs, maar zeker ook heel nuttig en informatief voor ondernemers. Ze behandelt de verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht, meer dan ik er vandaag behandeld heb. Een andere link is die naar ons patentboekje. Ons patentboekje is een publicatie specifiek gericht op KMO's die de brede waaier aan topics rond intellectueel eigendomsrecht bespreekt. Je vindt er bijvoorbeeld een model voor een geheimhoudingsovereenkomst. Je vindt er ook een stramien voor een samenwerkingsovereenkomst. En dan is er nog de ID-scan. Dat is een snelle scan die op basis van een aantal vragen jouw tips geeft hoe je jouw idee kan beschermen, rekening houdend met de fase waarin jij je bevindt. Een paar andere spelers, Flanders DC of Flanders District of Creativity, richt zich specifiek op de creatieve sectoren. Ze hebben heel wat informatie op hun website rond intellectueel eigendom. Je kan er ook terecht voor individueel advies. Dan de Belgische Dienst voor Intellectueel Eigendom. Ze beheren de Belgische octrooien. Ze hebben ook een zeer informatieve website in verband met allerlei aspecten rond intellectueel eigendom en je kan er octrooionderzoek laten uitvoeren. En dan zijn er de commerciële spelers. Je hebt de merk- en modelgemachtigden en je hebt de octrooigemachtigden.
Hier heb ik nog een aantal websites bij elkaar gezet van de officiële instanties die ik genoemd heb. En dan ben ik aan het einde van mijn presentatie gekomen en luister ik graag naar jullie vragen.